Hallo allemaal, goedenavond. En ik ga een presentatie geven over mijn opdrachten. 6 opdrachten die ik heb gemaakt. En nou, de eerste is van ontwerp beeld. Heb ik een open dag poster gemaakt. Ja. Je ziet dat je de datum erop staat en de tijden erop staan. Want dat was dat moest toegevoegd worden, zullen we zeggen. Ja. En ja, ik ben hier heel erg trots op, omdat hier redelijk wat tijd in zat. En, hoeveel tijd krijg je hiervoor? Hier heb ik een week tijd voor gehad. Okay. En nou ja, de eerste week was meer een beetje schetsen, maar voor deze opdracht heb ik dus een week tijd gehad. Oké, en de opdracht was om een vignet te maken. Ja, een affiche heet. Affiche, ja. Ja. En ja. Nou, mooi. Dan bij ontwerp typografie heb ik een letter gemaakt met paperclips. Ja. Het is misschien nu een beetje moeilijk te zien, maar ik heb de paperclips opgehangen zodat je een beetje schaduw zag daarachterin. Dus zodat het een beetje 3D wordt. En dan moest je met een stokletter, een staartletter en een, op de basislijn ook letters. Ja. Dat moest je er allemaal in toegevoegd hebben. En daardoor heb ik het woord vijfje gekozen. Ten eerste omdat ik het een leuk woord vond. En omdat er dus een kapitaal in zit. Een staartletter, een stokletter. Ja. Alles erop en al. En de opdracht was gewoon een typografie te maken. Maar ja. Niet uit waarvan. Nee, en je mag alles Vrije gebruiken. Keus. Ja, je mag alles gebruiken. Je mag ook gewoon mandarijnen of zo gebruiken. Maar ik had het met paperclips gedaan. Oké. Okay. En het volgende opdracht is van ontwerp User Experience Design, ook wel afgekort UED. Mm-hmm. En hier heb ik een survival guide voor school gemaakt. met een soort van thema erachter. En het thema, zoals je hier ziet, is dan aqua, zou ik zeggen, onder water heb ik het proberen na te maken. Yeah. Met een onderzeeër en een duiker. En die duiker heb dan weer een schooltas bij zich. En dan zie je wat je in de schooltas nodig hebt. En nou, bijvoorbeeld. Ja. En hoe lang mocht je hierover doen dan? Want dit is best wel uitgebreid. En hier heb ik ook volgens mij 3 weken over gekregen. En de eerste week was ook weer schetsen. Okay. De laatste 2 weken was. Er zit veel werk in. Ja. Het zat er redelijk wat tijd in. Ja. Maar vooral het bedenken was even meer moeite. En het tekenen ging dan wel wat makkelijker. Ja. De volgende opdracht is van realisatie development. Ja. Is een Photoshop editing. Daar heb ik mezelf eruit geknipt. En die heb ik dan in een Mario plaatje gedaan. Met nog wat andere grappige dingetjes bij. Ja. En hier ging het dus vooral omdat je maskers kon maken in het programma. Dus dat je jezelf kon uitknippen en in een ander plaatje kon van. Oké, dat is een masker monteren. Maken, is, ja, is iets het uitknippen, jezelf of iets anders ja. In een ander context neerzetten of zo. Ja, en jezelf gewoon eigenlijk uitknippen en masker van jezelf maken. Ja, zo is het gegaan. Grappig. En werkplaats-experiment heb ik ook een redelijk leuke opdracht gehad. Dat was een 3D-bril maken. Ja. En op zich een 3D-bril zelf maken vind ik niet heel spectaculair, heel spannend. Nee. Maar ik heb het dus proberen spannend te maken door een octopusbril ervan te maken. Dat het een beetje ook nog een design heeft. Ja. En dan moest je ook nog een foto zelf editen, zodat die ook 3D kan worden. Oké. En ja. Voor de rest heb ik hier heb ik 3 uur les voor gekregen. En dat redden we ook in die tijd. Ja. Makkelijk. Ja. Duidelijk. Netjes. En dan heb ik nog een video gemaakt bij Realisatie Video. Het is een splitscreen. Ja. Dat kan je zelf ook bekijken. Oh ja. Dan valt hij als het ware daar. Oh ja. Ja. En wat is dan de opdracht bij zo'n video? Wat moet het inhouden, zeg maar? Sowieso is het eerst heel moeilijk om überhaupt te kijken van welke video's ga ik gebruiken. In ieder geval een idee wekken is al erg moeilijk. Ja. En het is dan de bedoeling dat je een
hoe heet het, een splitscreen dus maakt. Dus de bedoeling is dat het overloopt in andere beelden en dat moet je dan beheersen. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Ja, graag gedaan. Heb je nog vragen? Heb ik nog vragen? Ja, ik heb nog wel wat ik eigenlijk wel benieuwd naar ben eigenlijk. Is wat zou jij nou eigenlijk graag... Waar zou je nou eigenlijk graag goed in willen worden later? Het liefst gewoon in het posters designen en voor andere bedrijven een opdracht krijgen. En daar dan heel veel tijd in kunnen stoppen. Ja. Maar even wel een beetje dat ik een idee heb wat de bedoeling is. Wat ze graag willen. En dat dan omzetten in... Dus niet echt iets specifieks waar je heel goed in zou willen worden? Nee, meer een beetje gewoon de hele... De hele materie van het ontwerpen is... Is eigenlijk wat je wil. Ja, en dan het liefst graag met eerst schetsen en dan uiteindelijk technisch met de computer aan de gang. Oké, en is daar een bepaalde studie die je, of een vak zeg maar, die je nu hebt, die daar eigenlijk het meest voor in aanmerking komt, zeg maar? Eigenlijk dan twee vakken. Dat is dan ontwerp beeld. Ja. Dus dat is heel veel tekenen, heel veel schetsen. Daar leer je echt wel goed, goed creatief denken. Okay. En dan realistisch TTP. Nou, oké. Okay. Dus dat is met Photoshop en zo. En dat dan maak je het digitaal. Eigenlijk. Ja, dat zijn eigenlijk de twee vakken die het meest benoemd wat jij later het beste zou willen worden in die twee vakken bij me. Nou, hartstikke duidelijk. Ja, en als je nog mijn portfolio wil bekijken, kan je dat bij deze website. Ja, ga ik zeker doen. Nou, top. Dank u wel. Ja, jij bedankt voor je presentatie.